Hoi, mijn naam is Dylan en welkom bij alweer de vierde aflevering van Slimmer Huis. Ook deze aflevering gaan we uiteraard weer een product toevoegen om mijn huis een stukje slimmer te maken. Het zit hier in dat doosje. Toen ik hoorde wat het was, ging er bij mij wel een belletje rinkelen, want het is namelijk het is een Ring doorbel, een slimme deurbel. Dit is de Ring doorbel Pro als hij gemonteerd is. Hier aan de voorkant zie je de camera en die is Full HD, dus een goede kwaliteit. En hij heeft een hoek van 180 graden, zodat je letterlijk alles aan de voorkant van de camera kan zien. Nou, hier zien we hem, maar waarom wil je hem nou precies hebben? Ja, het fijne van die Ring doorbel is dat je een melding krijgt op je smartphone of je tablet, maar je kan ook direct live meekijken via de applicatie, zodat je altijd precies ziet wie er voor de deur staat. Nou is dat natuurlijk echt voor lui mensen. Maar als je onder de douche staat, kan je natuurlijk ook gewoon via de applicatie kijken wie er voor de deur staat. Zonder dat je halfnaakt naar beneden hoeft te rennen op het moment dat je de deurbel hoort. En daarnaast is het ook handig dat op het moment dat je bezig bent of net wil gaan eten, je niet alleen kan kijken, maar ook kan praten via de applicatie met degene die voor de deur staat. Hallo? Dylan, ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik kan niet naar huis nu. Oh ja, ik ga even eten man. Ik neem morgen al mee naar werk, ja? Doei. Nou, behalve dat het heel handig is dat je thuis weet of je de deur wel of niet moet openen, is het natuurlijk nog vetter op het moment dat je bijvoorbeeld in de zon op een terrasje zit en de bezorger komt aan de deur en je bent er even niet. Die je dan wel direct via je Ring doorbel kan vertellen dat hij even het pakketje bij de buur kan afleveren, wat natuurlijk echt heel handig is. De Ring draagt daarnaast ook bij aan een stukje veiligheid, omdat hij ook beschikt over een motion sensor. En die motion sensor zorgt ervoor dat zonder dat er iemand aanbelt, je nog steeds een melding krijgt op je smartphone of op je tablet op het moment dat er iets gebeurt voor je huis. Nou, dat kan je zelf aan- en uitzetten en je kan het helemaal naar eigen wens aanpassen in gevoeligheid, maar ook in zones, zodat je bijvoorbeeld geen melding krijgt op het moment dat er een auto rijdt, maar wel op het moment dat er iemand daadwerkelijk voor je deur staat en iets probeert. Daarnaast is Ring compatible met IFTTT en dat zorgt ervoor dat je ze kan koppelen aan andere apparaten, zodat ze bijvoorbeeld gaan knipperen op het moment dat er iemand voor de deur staat en nog veel meer andere leuke en handige dingen. Wat heb je allemaal nodig om aan de slag te gaan met die Ring? Dat is ook het mooie van dit product, want als je hem koopt, dan zit er in het pakket dus alles wat je ervoor nodig hebt. De schroeven, de draadjes, zelfs een schroevendraaiertje en een boorkop zodat je gaten kan maken om hem te monteren. Maar let er wel op dat er geen boor bij zit. Die moet je natuurlijk nogal zelf in huis halen. Daarnaast is het ook heel belangrijk om rekening te houden met je wifi, daar hebben we hem weer. Want die deurbel die maakt verbinding via het draadloze netwerk. En dat betekent dat bij je deur of als je hem bij je tuindeur installeert, dat je ook daar zeker wifi moet hebben. Anders kan je er dus geen verbinding mee maken en kan je niet live meekijken als er op die bel wordt gedrukt. Het allereerste wat je moet doen als je hem gaat installeren is ervoor zorgen dat hij genoeg stroom krijgt. Je haalt je oude fysieke deurbel weg, die zit vast met twee draadjes en die draadjes moet je met elkaar verbinden, zodat de Ring genoeg stroom krijgt. Op het moment dat je dat hebt gedaan met het meegeleverde verbindingstekkertje, wat heel eenvoudig is, kan je je oude deurbel van de muur afhalen, hou je twee draadjes over en die verbind je met je Ring doorbel en kan je deze aan de muur zetten en ben je in principe klaar om te verbinden met de applicatie en hem helemaal in te stellen. Ja, zoals je kon zien is het eigenlijk best wel eenvoudig om de Ring doorbel te installeren. Kan je er zo mee aan de slag en je kan er met IFTTT nu natuurlijk al heel veel leuke dingen mee doen. Maar in de toekomst nog meer omdat je dan direct op je tv of zelfs op je slimme koelkast kan zien wie er voor de deur staat. Nou, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ook bedankt voor alle mensen die geabonneerd hebben. Heel tof. Heb je nog suggesties of opmerkingen, zet ze in de comments en dan zie je ze misschien in een volgende aflevering terug. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei!